San Pitaco. Dan ben ik daar op zo'n plek en dan soms is het gewoon in een gezin, in een familie, maar soms is het in een school. En dan geef ik die kinderen een verfkwastje in hun hand. En dan zeg ik dat het een toverkwast is. We gaan onze wens dromen, we gaan toveren met de kwast. En dan moeten ze allemaal hun ogen dicht doen en dat is zo leuk. Dan zie je ze echt zo zitten en dan zeg ik, en geen ogen open en heel diep nadenken. Wat je zou toveren met een toverkwast. Ik heb heel lang in Toledo gewoond. Hè. Ik heb mijn kinderen daar opgevoed en ik heb daar nog hele goede contacten. En ik heb eigenlijk voorgesteld om zo'n kolonie, zo'n kunstenaarskolonie, zo'n symposium in Toledo te organiseren. En ja, iedereen kende mij nog. Dus dat was gewoon helemaal geen punt voor het goede doel. Iedereen deed mee. Thank you.
era por los niños, me explicó de qué se trataba el asunto, me pareció muy interesante. La idea es que este dibujo es como la vela de un pequeño bote. Entonces el dibujo es el que hace volar al, al bote. Ik kan niet mooi kiezen, dus van kleuren word ik gek. Dus is het, dat je moet denken, is het zwart of is het blauw of is het grijs? Nee, er zit toch iets groens in, weet je. Zo, dat vind ik heel interessant, daar ben ik nu al een jaar mee bezig. Il nome di questa ragazzina è Genesi, cioè la creazione dell'universo. È una cosa bellissima, è proprio una cosa poetica. E poi quello che mi interessa è questo, questo nome Genesi, il quadro, il dipinto di Michelangelo nella Cappella Sistina, che ha creato il mondo e l'uomo. E c'è il suo dito del creatore che crea Adamo, che è l'atto creativo, la Genesi. Also diese Idee, den Kindern zu helfen, das hat mich von Anfang an begeistert. Also wenn man mit der Kunst auch noch was Gutes tun kann, dann ist es ja... Ich möchte, dass das Leben von diesem Kind, die dieses Bildchen gemalt hat, auch verändert wird. Ik was eigenlijk van plan om hier te gaan schilderen, zo tussen al die bloemetjes in. Het is ook zo heerlijk hier, het is ook zo mooi joh. De rivier de Dommel. Er zat ook nog een paar vogeltjes gemaakt in de lucht. En die heb ik ook gewoon nageschilderd. En dit was hier de vogeltjes in de lucht. Het is gewoon wat op de tekening van dat meisje staat, dat is wat ik hier, in, hier gewoon om me heen zie. Dan schilder ik hier misschien, teken ik hier nog wel wat, wat persoontjes in of zo. Want dan moeten wij altijd wel mensen in een schilderij zitten. Uit te leggen over het project zelf, want iedereen die hier is weet hoe het werkt. Dat de kinderdromen worden geschilderd en dat door kunstenaars die kinderdromen worden omgetoverd in schilderijen. Vorige week, dus precies, het is vandaag zaterdag, een week geleden, stond ik op Herla en kwamen langzamerhand de kunstenaars binnen. Er stonden 100 lege doeken en een paar honderd liter volle potten verf. En in een week tijd zijn al die lege doeken zijn prachtige schilderijen geworden. Wat hier nu achter mijn rug staat, dat is gewoon een hele grote schat. Ik denk dat we met deze schilderijen hier een nieuw schooltje kunnen bouwen. En misschien staat er achter mij echt een schat en die zegt, wat je ophaalt, ik verdubbel het.